Bij de Leuvensluis in Rotterdam heeft het reeds beroemd geworden monument voor een verwoeste stad van de Franse beeldhouwer Ossip Zadkine een plaats gekregen. Deze dagen werd het beeld in aanwezigheid van tal van autoriteiten onthuld door de echtgenote van de burgemeester van de Maastad, mevrouw Van Walsum. Het ruim 4 meter hoge beeld en de sokkel zijn door onbekenden aan de stad ten geschenke gegeven. Het beeld symboliseert de verwoesting van Rotterdam in de meidagen van 1940. De schepper van dit gedurfde monument, Ossip Zadkine, beschouwt het als zijn levenswerk. Het is een achteroverhellende figuur waaruit het hart is weggerukt. Zoals op die verschrikkelijke meidag letterlijk het hart uit de Maastad werd weggerukt. Het centrum van Rotterdam werd vernield door een even wreed als zinloos bombardement. Voor een belangrijk deel is de stad nu alweer hersteld. Maar het monumentale bronzen beeld van Zadkine zal de herinnering levend houden aan de zware slag die Rotterdam trof. En ook aan de onverzettelijke levenskracht van zijn bevolking.